Alles draait bij ons om gastvrijheid en om de gast te verwennen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen met dementie, als ze uit eten gaan of bij ons in het restaurant, zich gewoon gast voelen en op die manier ook gewoon behandeld worden. Het is gebleken dat mensen met dementie daar wat hulp bij nodig hebben. Ik denk dat het ook belangrijk is voor medewerkers om minder zenuwachtig en verlegen om te gaan met mensen met dementie in je restaurant. Ik heb mijn medewerkers gevraagd om de online training te volgen om eigenlijk een nog betere beleving voor mensen met dementie en voor onze medewerkers te creëren. En het mooie is dat de training voor iedereen te doen is. Het is gratis en of je nou op een terras werkt of in een luxe restaurant of in een cafetaria, iedereen kan het. Ook jij kan in jouw horecagelegenheid te maken krijgen met mensen met dementie. Herken je de signalen en voel je dat een beetje aan, dan voelt zo'n gast met dementie zich veel beter op zijn gemak. Doe de training op samendementievriendelijk.nl/horeca.